Een hele goede morgen zonder zorgen. Zoals jullie zien is mijn haar geknipt. Echt super fris. Het was de laatste tijd zo lang en er was hier nergens een kapper in de buurt. Dus ik ben naar de stad moeten gaan. Ik heb een afspraak moeten maken om mijn haar te knippen. Maar eindelijk zijn we terug fresh. Kijk eens aan. Kleine meisjes worden groot. En dit is de nieuwe stoel van Cataleya. Hoppa, jullie zien het. Dus ze heeft nu een grote peuterstoel. Ik heb dat net geïnstalleerd, dat zou goed moeten staan. Hoppa, ik moet dat hier gewoon nog een klein beetje aanspannen. Maar dit is the way to go. Shirley en Cataleya die slapen nog, maar wij gaan vandaag richting Porto. We gaan tiny houses gaan bezoeken en ik heb er super veel zin in. Dus ik zou zeggen, let's go. Hoor al deze geluiden hier in het dorp. Er is hier superveel natuur en dit is nice. Vaak hoor je ook die pauw, maar dat is meestal vanaf 8 uur. Let's go! De eerste pitstop van de dag is niet gepland, maar het is wel gebeurd. Kijk eens aan. Hoppakee. De koelvloeistof begon over te lopen en dat gebeurt vaker met deze auto. Er is echt een probleem. Moest er iemand weten wat het probleem is, laat het mij weten. Want we mogen daar zo ver mee rijden als we willen, geen probleem. Maar vanaf dat we in de file staan, kookt die koelvloeistof over. Dat kookt helemaal over en dit is hier dus gedript omdat het is overgelopen. En ja. Dit moet bijgevuld worden. Gelukkig hebben we dat bij, maar het is echt wel kut. We staan hier op de ring van Porto, maar de file is wel gedaan. Ja, het begint een beetje door te rijden nu wel. Ja, dus dit komt goed. Dit komt goed. We mogen gewoon niet in de file staan. Wat altijd de bedoeling is, maar ja, soms is het overmacht en dan sta je in de file. Cataleya is alles een super stoked op haar nieuwe stoel. Ben je blij? Ja! Gisteren is ze gevallen op haar mandje met de fiets en ze is nu lekker rozijntjes aan het doen, dus ze vermaakt zich wel en ze zit hier echt goed in. Het is echt een nice ding. Ik heb daar mijn driehoek gezet en voor de rest kunnen we alleen maar wachten en gewoon die koelvloeistof bijvullen. We zijn nog eventjes aan het wachten totdat de motor is afgekoeld. Joe! We zitten vlakbij de huisjes, dus ja, ik kan echt niet wachten om daar te zijn. Let's go! Ondertussen zijn we hier bij de huisjes aangekomen. Hoppakee. Jullie zien het. Cataleya heeft net moeten overgeven, dus dat is al het tweede wat dat misloopt, deze trip. Gelukkig is ze zelf niet zo ziek of zo. Het zou waarschijnlijk gewoon een beetje wagenziek geweest zijn, want vanaf dat de auto stopte, was ze terug goed. Ja, hè? Yes, ze lacht al terug. Dat is het belangrijkste. Ze heeft een nieuw pakje aan, ze heeft een nieuwe luier en haar nieuwe stoel. Is al helemaal geruineerd. Wajo. Ja, dat is echt erg. In ieder geval, er zijn ergere dingen in het leven. We gaan dan moeten poetsen, die kussens gaan in de was moeten. En it is what it is. Dat is het leven. Woppa! Ik kan niet wachten om de huisjes te checken. Maar eerst gaan we hier alles een beetje proper maken. Check dit. Woppa, het is echt heel vies. It is what it is. Mijn enige trui dat ik mee heb, ook onder de kots. Ik hoop dat het zo warm blijft, want we gaan hier straks ergens een Airbnb'tje boeken. Zo moeten we vandaag ook niet meer terug en maken we er gewoon een leuke weekendtrip van. Want het kost uiteindelijk echt een fortuin om hier te geraken. 100 euro aan benzine, 20 euro aan tol. Ja, dit is insane. Dit is insane. Dus in totaal 140 euro. Die 100 euro aan benzine is heen en weer, maar die 20 euro aan tol is gewoon één rit. Dus 140 euro om hier te geraken. Plus nog een Airbnb'tje. Dit wordt een duur weekend, maar het is voor een goed doel. Het is voor in de toekomst nooit meer huur te betalen. Joe!
Yes, we hebben hier net een super grote tour gedaan. En dit is toch wel ons favoriete huisje. Wajo, die stond ook niet op de website. En de huisjes, onze drie favorieten, die wij eigenlijk wouden bezichtigen en waarschijnlijk eentje van wouden reserveren, die zijn alle drie een half uur geleden verkocht. Dus stonden we niet in pannen, dan hadden wij die kunnen kopen. Er was gewoon een dude dat heel veel van die huisjes nodig had. Maar dit is een banger en het is boven ons budget. Het is zo jammer. Check. Vaatwasser. Het heeft gewoon alles. En het is heel nice. Damn. Wauw. Echt een mooi ding. Een klein maar fijn huisje. Twee slaapkamers. Hier hebben we een toilet. De douche is ook heel nice. Check die vloer. En het is ook echt een ruime douche. Het is nice. Hop. Alles is gewoon mooi afgewerkt. Het is een beetje een luxe versie. Kijk eens aan. En de buitenkant is echt insane. Woppa. Ja, ja. Wel een mooi ding. Oh, jammer. We hebben een ander huisje gezien en we zijn nu aan het onderhandelen om misschien dit te nemen. Want check die buitenkant hier. Wauw. Dit is zo vals hout, maar hier heeft geen onderhoud aan en dat is het grote voordeel. Jammer, jammer, jammer. Check, 30.000 euro. En ons budget is eigenlijk maximum 25. Dus, fuck, voor die 5.000, holy shit. We zouden nog 2 jaar kunnen wachten of zo, maar ja. De bedoeling is om dan ook te sparen en na 5 jaar nog een groter huisje te kopen en ons oud huisje op Airbnb te zetten. Dat is sowieso het plan. Wajo. Dit is een mooi ding, sowieso. Oké, in ieder geval, wij gaan nog verder kijken en alles een keer laten bezinken. En straks gaan we naar een andere locatie. Let's go. Gassen! Een hele goede morgen, zonder zorgen. Wij zijn hier heerlijk wakker geworden, ergens rond Porto. We hebben gisteravond nog een nice bed and breakfast geboekt. En kijk eens aan naar dit uitzicht. Damn. Dit is niet verkeerd. Die muren van dit gebouw zijn nog van in de jaren 1400. Hoe sick is dit niet? Damn. En het ruikt hier ook lekker en er is hier een zwembad. Het enige nadeel, de bedden waren echt slecht. Fucking hell. Deze bedden zijn echt kut. Als wij ons Airbnb'tje gaan openen, dan zorgen we er wel voor dat het het beste bed ooit heeft. Want dat is iets waar ik redelijk kieskeurig op ben. Ik ben zelf 1,88 meter en dan wil je niet in een klein bed terechtkomen. Check deze community room. Wauw. Dit is niet verkeerd. Dit is niet verkeerd. Mooi uitzicht. Gisteravond was er ook vuurwerk. Ik heb het niet gefilmd, maar we hebben het wel gezien. Ja, het is wel een mooi uitzicht. Ja, hè? Wow, Catalea, hier kan je veel fietsen. Fiets maar! Fietsen, fietsen, fietsen. Let's go! Fietsen! Ze stopt niet met fietsen. Dat is echt wel super nice om te zien. Ik was ook zo toen ik klein was. Ik stopte niet met fietsen, met het loopfietsje. Wow, joh. Even dit dicht. Dan ga ik uiteindelijk hier niet door. Want er is daar een trap. Even het uitzicht hier spotten. Oeh, dit is het zwembad. Daar gaan we straks een duik nemen. Heerlijk. Oei, het ziet er niet zo fris uit. Maar we zien wel. Ik ga er sowieso denk ik wel in. Waarschijnlijk is het ijskoud en daar is ook een buitendouche, zie ik. Hier zo, papa. Schommels zijn er ook. We kunnen in de tuin spelen. Wow, wat een nice plek. Leuk, hè, Catalea? Vind je het hier mooi? Vind je het hier mooi? Ja, ja. Dit geluid maakt de motto. Woppa. Yes, wij gaan hier lekker genieten. En waarschijnlijk gewoon een duik nemen.
We willen vandaag huisjes bezoeken, maar het is niet open. Want ja, vandaag is het niet open en morgen wel. Dus waarschijnlijk blijven we hier nog een dag ergens in de buurt. Echt mooi die berg. Check dit, daar heb je zo'n mist. Damn. Oei oei oei. Het vuurwerk was blijkbaar niet alleen maar gisteravond, maar ze doen dat hier ook in de ochtend. Het is zeer typerend voor deze streek. Is dat zo? Zondagochtend vuurwerk. Het meest illegale ooit, denk ik. Zeker in de buurt van al deze chique bed and breakfast. Wow, je hoort ook helemaal die echo zo in de bergen. Het maakt het zoveel heftiger. Wauw. Gisteren was het vuurwerk zo gedaan en na de bouquet was het echt zeker nog 10 of 20 seconden. Of ja, 10 seconden. Echt volle echo. Of misschien 5 seconden. Dat lijkt dan 10 seconden, maar echt gewoon dikke seconden echo. Het was echt nog nice. Ja, mooie buurt hier. Wel fris. Wow, yo. We zitten hoog. Ja, we zitten hoog. Dus het gaat frissen. En daar is ook een hele wijngaard. En dit is van de broer van de bazin van deze bed and breakfast. Wat een mooie streek. Wow, yo. Met een slecht bed. Wat eigenlijk wel zonde is. Maar goed, it is what it is. En wij denken dat het bed 1,80 is. Want ja, ik was langer dan het bed. Normaal leggen mijn tenen dus uit als het 1,90 is. Maar waarschijnlijk was het 1,80. Wij gaan nu naar de kliniek, want ik zit met iets in mijn voet. Al eventjes. En ik dacht eerst, dat gaat er wel uitkomen. Soms doet het pijn, soms niet. Maar er is een kleine ontsteking ontstaan, het doet meer en meer pijn, dus we gaan richting de kliniek. We gaan een keer gaan checken wat dat het is. Hoppa, zo kan ik niet door Porto wandelen en het is pas deze ochtend dat ik het echt zwaar heb gevoeld. Want gisteren hebben we heel veel gestapt en ja, na het stappen deed het echt super veel pijn. Check trouwens hoe mooi dat hier is. Deze cruise. Deze cruise is echt legendarisch door de wijngaard. Mooi, hè? Ja, echt leuk, hè? Mooi, mooi, mooi. Ja. Hele mooie buurt. Jammer dat we geen wijn hebben gedronken. Ja. Echt een nice buurt. Je rookt dat hier ook echt. Was dat die wijngaard dat je rookt? Of die bloemen dan? Ik weet het niet. Ik denk alles. Alles, hè? Ja. Het was echt een heel speciale geur. Deze morgen echt zalig. Volle bak genieten. Een hele goede morgen zonder zorgen. Gisteren nacht hebben we 5 uur geslapen en deze nacht 10 uur. We hebben echt een super nice bed. Ik heb gewoon een hotel gekozen met de reviews voor het beste bed. En uiteindelijk klopte dit volledig. Check dit bed. Hoppakee. Een echte cool flex. Hoppa, een harde matras, een groot bed. Catalea heeft in dit bedje geslapen. Het is de 2e keer in haar leven dat ze in een babybedje slaapt. Of nee, de 3e keer. Als ze geboren werd, heeft ze er eventjes in geslapen. Dan gisteren en vandaag. Normaal slaapt ze altijd tussen ons. Dus het is wel heel nice dat het perfect ging gewoon. Ze viel gewoon in slaap en ze vond het nice. Hoppa! Kijk eens aan waar wij zijn wakker geworden. Uitzicht op de hoogspanningspaal. En ook op de ghetto. En natuurlijk ook
op het mooie groene landschap. Wij gaan lekker gaan ontbijten. We gaan vandaag ook allemaal huisjes bezoeken. Zoals ik gisteren zei, ik ben normaal gewoon om te intermittent fasten. Wat betekent dat? Dat betekent dat ik gewoon eet, bijvoorbeeld om 1 uur en dan nog een keer eet om 7 uur. Twee goede maaltijden en daartussen een snack of zo en voor de rest niks. Je zou denken, dit is niet goed voor je, maar als je vast, dan zuivert het je lichaam. En als je niet afhankelijk wil zijn van bepaalde verslaving, dan is het echt wel nice als je dit doet. Je kan dat doen voor korte termijn, je kan dat doen voor lange termijn. Heel veel atleten doen dat ook tegenwoordig, want studies wijzen er wel op uit dat je eigenlijk niet zoveel moet eten en dat mensen gewoon veel te veel eten. Dus ja, daarom worden we ook allemaal zo dik. Hoppakee, kijk eens aan. Een nice plek. Dit was een chill hotelletje, toch wel. Het bed was goed, de badkamer was goed en voor de rest was er niks. Dus ja, we kunnen ook niet klagen. Het vorige hotel was echt een paradijs, maar het bed was niet goed. En ik ga dat madammetje toch een mail sturen van yo, misschien moet je gewoon grote bedden installeren. Want waarschijnlijk komen er daar veel West-Europeanen en wij zijn nu eenmaal een beetje groter. Ik ben totaal niet zwaar, ik weeg 31 kilo. En stel je voor dat je komt en je weegt 150 kilo en je bent 2 meter groot. Wat ga je dan gaan doen? Dan kan je daar niet eens slapen. Of als je gewoon 1,90 meter bent. Ik ben 1,88 meter en de meeste mensen zijn wel wat zwaarder. Dus hoe de fuck ga je daar gaan slapen? Ik zou het echt niet weten. Een goed bed is echt wel een vereis. Dus ik ga haar een mailtje sturen dat het fantastisch is. Moest ze nieuwe bedden zetten. Hey, kom! Hoppa! En dat is niet om haar af te breken ofzo, maar dat is wel opbouwende kritiek, want wij zouden sowieso nog een nachtje gebleven zijn, moest het een goed bed geweest zijn. Toch? Ja, hè? Ja, ja. Hoppa, wij gaan lekker gaan naar bed. Yes, 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 yes. Van heel de trip is dit het beste huisje. Wajo. Kijk, heel veel lichtinval. En de kamers zitten aan die kant. Dus heb je hier echt zo'n huiselijk gevoel, zeg maar. Nice keukentje. Waarschijnlijk zouden we hier een vaatwasser van maken. En daar in de hoek een grote koelkast zetten. En voor de rest is alles aanwezig. Hoppa. En heel veel van die huisjes verliezen ook veel kastruimte, omdat de boiler zit in een van deze. Maar in dit huisje is dat niet. In dit huisje zit de boiler. Oei. Niet hier. Waar is de douche? Ah ja, dat is hier. Wauw. Wow. Dikke badkamer ook. Hop. Prachtige douche. Nice. En hier zit de boiler, dus dat is ook echt wel een voordeel. Waarschijnlijk ook voor het geluid. Dan komt het vanuit je douche en niet vanuit je keuken. Sowieso een game changer. En het frame hieronder is veel dikker. Volledig in ijzer, geen enkele roestplek. En bij die andere is dat hout en rechtstreeks de isolatie. Wat dat niet slecht is, maar wat dat wel vroeg of laat rot. Dus dit is dik. Dit is dik. Mooi vloertje ook hier. Die douchecabine zou ik op termijn vervangen door iets mooier waarschijnlijk. Alhoewel, het is oké. Okay. Misschien gewoon een nieuw kleurtje geven. Ik ben niet echt zo voor dat geel. Ik vind dat zo ouderwet en ik zie dat niet graag. Hoppa. Ja, voor de rest gewoon hier twee kamers. Dat is de eerste.
En dit is de tweede. Yes. Hier zouden we één groot bed in maken. We zouden zo'n matras laten maken. Maar ja, alles is mooi. Dit moet niet geschilderd worden of zo. Het ziet er gewoon goed uit. Hoppa, kastje. Ja, ja. Dit is een mooi huisje. En wat dat ook leuk is, vind ik, is de buitenkant. Ik ga het jullie een keer doen. Check. Hoppa. Ik ga jullie eventjes dat frame doen. Check dit. Dit is hoe dat een frame er meestal uitziet. Dit is nu ijzer, maar meestal is het hout. En rechtstreeks isolatie. En bij deze... Deze zien we. Ijzer. Dus ja, dit is nice. Dit is nice. En het dakje kan ik nu niet tonen, maar het dakje is zo... Kan ik het vanaf hier zien? Ja, misschien kunnen jullie het zien. Hoppa. Het is zo een dakje dat niet één kant heeft. Het heeft zo twee kanten. Hoppakee. De opstap is ook nice. Als je eerder een dek zou maken, dan is dat mooi verbonden. Jepla. Hey, Cataleya. En een rijme lieving. Ja, ik vind de lichtinval echt een gamechanger. Dat laat de ruimte echt 100 keer zo groot voelen. Ja. Dat vind ik echt nice. Dus dat zou voor mij de reden zijn dat we dit misschien nog zouden nemen. En het is binnen budget. Het is... Hoppa. Oei. Ja, het is 21.000 euro, zoiets. 20.000 en... Maar dat valt binnen het budget. Dus dit is nice. Nemen we het of niet, dat gaan we nog zien. Maar ik ben alleszins wel nog redelijk down voor deze. Ik vind deze echt nice. Ja, hè? Die heeft heel veel dingen dat mij aanstaan. Ja. Er was één iets dat een beetje sketchy was. Maar ja, op zich komt het wel goed. Check dit. Hoppa. Hier zit er een barsten. Maar dat is uiteindelijk ook maar... ja, dat is gewoon een plaat. Hier zit een isolatie tussen. Dus dat moet gewoon ooit een keer een beetje opgespoten worden of wat dan ook. Maar yes, dit huisje staat er aan. Die kleuren van die kastjes vind ik ook mooi. De keuken valt ook nog mee. Kleine aanpassing en het is in orde. Een koffiebar. Wou ik al altijd. Is dat ook een kast? Nee, hè? Nee. Yes, oké. Okay. Wij gaan even met die mevrouw praten. En misschien een goede deal sluiten. We hadden eindelijk een nice huisje gevonden en de specialisten hebben gezegd dat het ons landje net niet kan opruimen. Het is een beetje te breed, dus we moeten een huisje hebben dat iets smaller is. En daar zijn we nu al volle bak voor aan het kijken. Helaas, pindakaas, niets aan te doen, niets aan te doen. Woppa! In ieder geval, bedankt voor het kijken. Like de video, deel de video met al je vrienden. Er zijn nieuwe Zoom calls open, dus als je op de Zoom wilt, laat het me weten. Peace out. Ciao, ciao. Stuur gewoon Zoom call op Instagram. En dan regelen we dit. Ciao, ciao. Yo.